Hey Kreeft, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand augustus. Even laten weten dat mijn readings eigenlijk tijdloos zijn, dus het maakt eigenlijk niet uit wanneer je dit beluistert. Dan is het ook het juiste moment om naar deze boodschappen te mogen ontvangen. Zoals jullie weten, ga ik geen specifieke vraag stellen. Ga ik kijken in uw algemene energie. Ga er dieper op ingaan met de tarotkaarten. En ik ga afsluiten met een liefdesorakelkaartje. We gaan even kijken voor de kreeft. Of het collectief. De kreeft. We gaan de bovenste nemen. Verstoring. Oké, kreeft, je hebt een torenmoment. Het kan zijn dat je te maken hebt met een schorpioen. Of je hebt ergens een schorpioen in je ascendant of maanteken. Er is iets van negativiteit. Er is iets van het oude dat eigenlijk zou moeten afgebrokkeld worden. Waardoor dat er uiteindelijk een verstoring gaat plaatsvinden. Dit kan natuurlijk aanvoelen als een shockmoment. Het kan zijn dat je opeens een inzicht gaat krijgen, een aha-moment gaat krijgen. Je gaat u van iets realiseren, een besef ineens gaat ontvangen. Dit is omdat het universum gaat instappen. Dus in uw algemene energie heb je dus een torenmoment. Maar we gaan er dieper op ingaan en we gaan kijken in de tarotkaarten en zien wat er daar nog meer mag uitkomen. Dus het oude gaat eigenlijk instorten, waardoor dat je uiteindelijk iets nieuws gaat kunnen opbouwen. Dit kan natuurlijk ook over een persoon gaan, want dit is uiteindelijk negativiteit die uit je leven gaat verdwijnen. Het universum die zal instappen. En dat kan natuurlijk als, ja, dat kan gepaard gaan met verdriet. Maar uiteindelijk is het wel voor je hoogste goed. Dus we gaan even kijken voor de kreeft, voor de maand augustus. Wauw. Oké, kreeft. Supermooie kaarten. Voor mij ligt er hier een vaste, lange, stabiele, emotionele beschikbaarheid klaar op het gebied van de liefde. Dus ik heb het gevoel, mocht je nu eventjes in een negatieve spiraal zitten, mocht het allemaal negatief zijn, dus het kan zijn dat je bodem, je fundering aan het wankelen is op dit moment. Dat je niet goed weet van, ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet doen. Het universum gaat instappen, want er gaat uiteindelijk een nieuwe liefde zitten aan te komen. Er ligt hier een volledig nieuwe liefde. Het kan zijn dat dit iemand is die al een tijdje in toog houdt. Iemand die eigenlijk interesse heeft in u. Maar het kan ook zijn dat jij al weet wie het zou kunnen zijn, maar dat je toch een beetje die trust issue zet. Het gevoel hebben van ja, maar wat als dit, ja, maar wat als dat. Dat komt uiteindelijk omdat je nog in die negativiteit zit. Dus dit mag eigenlijk eerst afgebrokkeld worden. Dus je toren mag uiteindelijk eerst plaatsvinden om dan uiteindelijk iets nieuws volledig op te bouwen. Want je hebt hier de 10 van kelken en je hebt de 10... En de 10 van Pentakels met de aas van kelken. Dus voor mij is dat eigenlijk iemand die wel interesse heeft. Dus er ligt hier wel een nieuwe liefde. Lang, vast, stabiel, loyaliteit, eerlijkheid, luxe, stabiliteit. Op gebied van werk, geld. Alles is stabiliteit. Dit is eigenlijk
potentieel zien in elkaar. En dit is eigenlijk ook samenwerken met elkaar om iets stevigs op te bouwen op de lange termijn. Waarvan emotionele beschikbaarheid, zowel beiden, zoals jij als de andere persoon, ligt hier wel dankbaarheid, joy, family, gezin, happiness. Zeer mooie kaarten. Ik heb ook het gevoel dat je ook meer die zelfliefde gaat hebben en dat je hart meer gaat ontwikkelen. Er is ook wel geld die naar je toe gaat komen, maar er wordt eigenlijk nog iets geanalyseerd. Zelfonderzoek, nieuwsgierig zijn naar bepaald iets. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je op dit moment trust issues hebt. En dit is natuurlijk de toren die gaat plaatsvinden, omdat dit eigenlijk uit je energie mag uitgezuiverd worden. Het is heel mooi, het is niet nodig om te clarifyen. Maar ik ga het toch doen, hè. Dus we gaan een keer kijken. En zien wat er nog meer mag uitkomen. Dit gaat wel over een soulmate. Dit is wel iemand die... Ja, ik heb schorpioen en ik heb steenbok en ik heb weegschaal. Oké, dit is wel een soulmate connectie. Dit is een boodschap van hierboven die je mag ontvangen. Maar het is een persoon die eigenlijk op dit moment nog een stukje aan het healen is. Ik heb toch meer het gevoel dat jullie eigenlijk de connectie samen gaan kunnen healen eigenlijk. Dus het gaat niet over tijd, het gaat eigenlijk gewoon over de connectie samen. Het kan zijn dat dit iemand is vanuit uw vorig leven, uit uw verleden of vanuit uw kindertijd. Ik heb ook het gevoel, als ik het even anders moet gaan invoelen, is er iets vanuit uw kindertijd waar je nog te veel op terugkijkt. En je hebt dat nog niet volledig geheeld. Dus, en dit kan om een duur obsessief lijken, verstrikte gedachten. Ik heb het gevoel dat dit soort van jeugdtrauma's zijn. Ik heb diezelfde kaarten ook gehad bij iemand anders en ik denk dat het bij tweeling was. Ik ben het niet zeker, maar daar ging het ook over jeugdtrauma's. Dus mocht je ergens tweeling in je maanteken of in je ascendantteken hebben, dan zou ik daar een keer gaan kijken, want dit is voor mij ongeveer hetzelfde. Er is iets vanuit het verleden, kreeft dat je nog niet volledig hebt verwerkt, geheeld. En dit zijn schaduwkanten. Dit zijn angsten en onzekerheden die naar boven willen komen. Dus wordt er eigenlijk gevraagd om dit te doorvoelen, te doorstaan en dit effectief wel te healen. Eens je dit gaat gedaan hebben, gaat de nieuwe liefde op je pad komen, ga jij ook opnieuw de liefde in jezelf voelen. Want er ligt hier wel een nieuwe relatie voor je klaar, maar je gaat iets vanuit het verleden, wat dat verstrikt is, wat dat toxisch is, wat dat niet gezond is, wat dat een verslaving kan betekenen, is verschillend. Het kan seks, drugs, alcohol, medicijnen zijn. Dit kunnen ook jaloezie zijn. En er is iets toxisch vanuit het verleden. Kan vanuit uw kindertijd zijn. En dit is wat dat eigenlijk mag geheeld worden. Dit is eigenlijk wat dat mag onderzocht worden. Zelfonderzoek, maar je gaat wel een stukje... geduld moeten hebben met jezelf. Dus je gaat zeker in balans moeten komen met jezelf. Emotioneel, spiritueel, lichamelijk, mentaal. Wordt er toch gevraagd om geduld te hebben, in balans te komen. En iets vanuit het verleden, dat stukje ga je toch wel moeten healen eigenlijk. Healen, doorstaan, doorvoelen en proberen los te laten. Want om duur gaat het obsessief zijn en om duur ga je ook zulke mensen aantrekken. Maar dit is de verstoring die gaat komen, de toren die gaat komen. Dus ik heb meer het gevoel dat het innerlijk gaat zijn. Dat je op een gegeven moment een besef gaat voelen van oké, er is iets in mijn kindertijd of in mijn jeugd gebeurd. Of
paar jaren geleden, in het verleden, is gebeurd en ik ben er eigenlijk nog niet over. Het blijft eigenlijk een verstrikt gedacht en het is eigenlijk een toxische energie. Dus als je dit volledig gaat healen, een stap terug gaat nemen, over alles nadenken, me-time gaat nemen en echt waar de liefde voor jezelf opnieuw gaat voelen, dan gaat de nieuwe liefde ook op je pad komen die voor de lange termijn is. Ja, kijk, de kaart die hier bleef liggen is hartverdriet, gekwetst zijn, onrecht aangedaan. Er is iets vanuit het verleden dat niet volledig is verwerkt. Het kan zijn dat sommigen onder jullie misschien toch te veel naar het verleden kijken. Maar doordat je een beetje in die spiraal blijft hangen. Als ik het anders moet gaan invoelen, kan het zijn dat je met een bepaalde soulmate, schorpioen of steenbok, weegschaal, dat deze persoon zeer toxisch is, manipulatief, waardoor dat er nu op dit moment geen contact is. Waardoor dat er wordt gevraagd om terug te trekken en een keer voor jezelf na te gaan wat dat voor u eigenlijk belangrijk is. Dus ik voel hier wel drie verschillende verhalen. Nu natuurlijk, het is een collectieve reading, niet iedereen beloopt hetzelfde pad natuurlijk, maar neem gewoon wat dat resoneert, wat dat bij u past. We gaan een keer verder kijken. Oké, we hebben onderaan de zon. De zon gaat voor u opnieuw beginnen schijnen. Hier ligt jij, dus je gaat uiteindelijk de touwtjes in eigen handen nemen om succesvol vooruitgang te boeken. Dus je kunt nog altijd kiezen welke keuze je gaat maken. Ga je naar het donkere opgaan of ga je naar het lichte opgaan? Dit is natuurlijk de tijd die je voor jezelf gaat moeten nemen. Er is hier een keizer. Ram-energie, waterman-energie, hoeft natuurlijk niet, maar dit is wel iemand die ook heel veel lessen heeft geleerd. En deze persoon wil eigenlijk op lange termijn iets opbouwen. Dit is een wens, dit is een droom, dit is eigenlijk de hoop. Maar op dit moment zijn er strubbelingen. Niet goed weten hoe of wat. Het kan ook zijn, kreeft, dat wordt gevraagd dat jij controle probeert los te laten en alles op zijn natuurlijke beloop laten gaan. En het kan zijn dat je op dit moment financiële strubbelingen hebt, maar het financiële gaat naar je toe komen. Dit is uw hoop, dit is uw wens. En na de toren is er altijd hoop, altijd. Dus het zal heftig zijn, het kan dramatisch, traumatisch aanvoelen, maar uiteindelijk heb je de kaart van de hoop en heb je de kaart van de zon, waardoor dat het uiteindelijk voor u allemaal heel goed gaat uitpakken als je de nodige healing hebt doorstaan. Want er zijn hier strubbelingen, maar er is hoop, er zijn wensen. En er is hoop voor een lange relatie op de lange termijn. En er is hoop om meer geld te gaan verdienen, om die stabiliteit, die structuur te hebben. Maar probeer controle los te laten. Als ik het ook weer anders ga moeten invoelen, kan het zijn dat sommigen onder jullie al in een connectie zitten, maar dat er controle wordt vastgehouden, omdat er op dit moment financiële strubbelingen zijn. Ik heb het gevoel, kreeft, dat je sterke grenzen gaat moeten aangeven. Eens je dit doet, gaat het hoop of je wensen sneller tot je toe komen, waardoor dat je uiteindelijk meer in balans gaat komen. De zon gaat schijnen voor je. Het licht gaat overwinnen van het donkere. Het kan zijn dat je te maken hebt met een ram, waterman, steenbok, schorpioen. Het is wel iemand die een hoge functie heeft op het werk. Kan nogal tirannie overkomen, dominant. Iemand met vrij veel wijsheid. Maar er is hoop, er is een wens om een connectie mee samen aan te gaan, maar er zijn nog strubbelingen. Het kan zijn dat er een bepaalde persoon controle probeert vast te houden over u kreeft. Waardoor dat jij uit balans zit. We gaan een keer verder kijken, want er is wel iemand die u in toog houdt.
te veel. Maar als ik kijk naar die twee kaarten, ga jij een enorme inzicht krijgen. Waarheid. Dat gaat echt als een shock ervaren. Het kan zijn dat ze van hierboven gaan ze je echt wel een schudding geven om echt wakker te worden. Oké, het kan zijn dat er ergens een derde partij bij betrokken is, maar dat kan alles zijn. Dat kan een andere persoon zijn, dat kan een hobby zijn, dat kan werk zijn. Dat een derde partij, ze hoeft niet altijd een andere persoon zijn waar ze iets mee te maken hebben, maar het kan. Ik laat dat in het midden. Er is iemand die heel erg in het hoofd zit, heel erg negatief denkt, overuren maken, vastzitten, niet meer weten hoe of wat, stilstaan. Volledig stilstaan, de stabiliteit niet kunnen delen. Maar als het op het gebied van de passie erop aankomt, dan lukt het wel. Dan is het wel iemand die komt en gaat, komt en gaat. Het kan zijn dat er twee energieën in uw reading ligt. Het kunnen er drie zijn ook. Maar er is een bepaalde persoon die eigenlijk altijd komt en gaat, die heel enthousiast is, altijd maar actie onderneemt, maar op dit moment niet klaar is voor een relatie. Dus dit kan iemand anders zijn, volledig. Ik heb wel het gevoel, als het op gebied komt van werk, dan word je wel gewaardeerd, maar je blijft wel met kopzorgen, mind games in je hoofd, waardoor dat je dingen aan het voorbereiden bent om je geluk binnen te halen. Maar er is heel veel negativiteit. En daar gaat er uiteindelijk een bevrijding in komen. Ook jij bent aan het transformeren. Ook jij gaat veranderen. Het kan zijn, Kreeft, dat jij te veel in je hoofd zit. Dat jij enorm negatief aan het denken bent. Maar eigenlijk kun jij gaan en staan wat je wilt. Je hoeft je maar los te rukken van al deze koorden, of hoe dat het ook noemt, banden, je kunt je eigenlijk losrukken. Het is eigenlijk ongegrond. Je kunt eigenlijk gaan en staan wat je wilt. Je bent een volhardende persoon, maar je staat op dit moment een beetje stil. En het kan zijn dat jij ook alleen maar je passie kunt geven aan een bepaald persoon. Of dit is eigenlijk iemand anders die de stabiliteit op dit moment niet kan geven. Deze persoon kan hier ook liggen. Maar toch heb ik het gevoel dat er iemand op je pad gaat komen die wel betrouwbaar is. Er is iemand die wel betrouwbaar is. Maar jij gaat in je hoofd zitten omdat je dit vanuit het verleden niet genoeg hebt geheeld. Blijft dat eigenlijk in je gedachten zitten. Waardoor dat jij peist van, ah, maar het gaat toch maar komen en gaan zijn, komen en gaan zijn. Het is toch alleen maar passie en dit en dat, terwijl dat deze persoon eigenlijk stabiliteit wilt. Het is iemand die onzeker is, die hard werkt, volhardend is. Een betrouwbare persoon. Maar ik heb het gevoel dat je het eerst allemaal gaat moeten verwerken, healen, doorstaan, om dan uiteindelijk een clean hart te hebben, om ook de juiste mensen aan te trekken. Ja, er is liefde die naar je toe wilt komen. Je gaat uiteindelijk naar je hart moeten luisteren. Ga naar je gevoel moeten luisteren. Ook jij staat op een keuze. Het kan zijn dat je nog te maken hebt met een bepaalde persoon en dat er iemand nieuw op je pad gaat komen. Kies verstandig. We hebben hier twee betrouwbare ridders. Zeer onzeker, benauwd om een blauwtje op te lopen. Wilt de liefde delen, iemand die wel graag een glaasje drinkt, heel romantisch is, heel passioneel is, heel gevoelig, intuïtief is, maar er moet een keus gemaakt worden. De bal ligt eigenlijk in uw kamp, Kreeft. Jij kunt eigenlijk gaan en staan waar je wilt, maar gaat meer naar uw gevoel moeten luisteren, naar uw hart moeten luisteren. En probeer iets vanuit het verleden, kan een persoon zijn, kan een trust issue van uzelf zijn, kan een jeugdtrauma zijn. Probeer dit eerst te healen, zodat je dan uiteindelijk uit je hoofd kan komen, zodat je die lange, vaste, stabiele relatie mocht ontvangen. Want je hebt een torenmoment, dus er gaat wel iets heel onverwachts plaatsvinden. Kan als een shockmoment ervaren worden. We gaan even kijken welke liefdesboodschap je mocht ontvangen.
Dus ik heb schorpioen, steenbok, ram, waterman, boogschutter, weegschaal. Dat is wel heel veel, hè? Het gaat moeten zijn, ze. Kijk, ik heb 4 boodschappen. Blijf optimistisch over uw liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen uw romantische liefde brengen. Ja, dat hoort hier bij deze rij. Uit uw hoofd komen. Zeker doen. Er gaat passie zijn. Laat je hart en ziel vrij en blij zingen. Inderdaad, dus luister naar je voel, luister naar je hart. Er gaat passie zijn tussen u en de andere persoon. Sommigen onder jullie hebben kinderen of deze persoon heeft kinderen. Dus kinderen hebben hun invloed op uw liefdesleven. Misschien mag je meer uw innerlijk kind healen. Zit je met een blokkade op uw innerlijk kind? Dat kan in deze rij liggen. En er ligt hier een scheiding. Een tijdje gescheiden zijn van je partner staat voor de deur. Sommigen van jullie gaan definitief uit elkaar. Anderen onder jullie gaat er even een scheiding zijn om dingen te verwerken. Om dan uiteindelijk weer bij elkaar te kunnen komen. Het is een algemene reading. Iedereen beloopt eigenlijk een ander pad. Maar voor sommigen ligt er een scheiding om die keuze te maken om er van weg te gaan en alles te healen. Ander onder jullie kan het zijn dat je in een connectie zit met een vaderfiguur, waardoor dat je iets moet verwerken vanuit het verleden. Eens je dit hebt verwerkt, dan kunnen jullie connectie weer mooi naar elkaar toevoegen. Het is een relatie vanuit een vorig leven met de 6 van Kelken. Sowieso, jullie hebben elkaar al eerder gekend. Zo kreeft. Ik hoop dat je antwoorden hebt mogen ontvangen, dat deze reading duidelijkheid heeft mogen brengen. Mocht je interesse hebben in de persoonlijke reading, dan kan je onderaan bij de beschrijving alle info vinden. Hoe of wat. Ook op de website vind je alle prijzen, welke readings je kan boeken. Of je kan ook gewoon een mailtje sturen. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.